Jinja duikt de 16 in, houdt zich sterk en scoort. Gent na 1 minuut en 22 seconden op 0-1. De droomstart voor de Buffalo's. Het is een goal van Vadis Ojija. En dan knalt je hem feilloos binnen in die korte hoek. Stef Peters wint het van Ojija. Goed gedaan. De kans voor Bongonda is daar helemaal vrij. Moet het afmaken. Doet dat. 1-1. Onwaarschijnlijk. Wat een zee aan ruimte voor Bongonda en voor Zultelaregem. En snel orde op zaken gesteld. En dat zat er helemaal niet aan te komen. Hoekschop met Peters. En gelukkig nog Rostedt voor de Buffalo's. Die bal gaat erin, maar er is gevlacht. Dat feest gaat niet door. Dan zegt Visser toch nog maar even luisteren. En wie weet komt er toch nog een doelpunt. Het is buitenspel. Kijken naar het scherm hoeft niet. Nee, de bevestiging heeft hij al gehad. En die bevestiging krijgen wij hier nu ook. Het was Harbawi die met een hakje dat doelpunt maakte, maar terugkeerde uit buitenspel. Ojija, voetballen kan hij als de beste. En nu Surlot, de vlag blijft naar beneden. En hij gaat erin. Het is een goal. Agen staat net zoals in deel 1 van de match. Snel op voorsprong. Surlot is de maker van dat doelpunt. Aanvankelijk stond hij buitenspel, maar op het moment van het schot. Visser wil nog een bevestiging. Het was wel degelijk buitenspel. Het doelpunt gaat niet door. Ja, het schot vertrekt, maar dan is er nog het contact. De bal wordt gedevieerd en dan stond hij niet buitenspel. Souquet. En daar is Dompé. Hij blijft hangen, David. Ja, dit is eindelijk de goal waar Gent naar op zoek was. En die het al claimde in het begin van de tweede helft. En rustig gedaan door David. Het staat nu wel degelijk 1-2. En de VAR, nee, die zal dat feestje niet verbrodden. Zultelaregem moet wat vaart maken. Als het hier nog op 2-2 wil komen. Maar dat zit er, zo lijkt het, niet in. De jager doet de inspanning. En wordt daarvoor beloond. De bal blijft binnen. Surlot is daar. En de 1-3 is er ook. Listig tikje van de Noor. Gent heeft het dus geflikt. 3 gouden punten zijn een feit voor de Buffalo's. En die blijven op die manier nog steeds volop in de running voor play-off 1.